that once held you all ready to fight. Yo mensen, komt terug in deze nieuwe video. En in deze nieuwe video spelen we terug Minecraft Survival. Laten we gaan beginnen. Ik hoor al gelijk een skeletten doodgaan. En mensen, het is waar. Het is vandaag map download. Hashtag 10. Super awesome vind ik. En de volgende map download zal dan bij episode 25 komen. Ik zal ooit wel eens een linkje maken van wat FPS erop kijken. Nee. Zo. Nu zal het wel beter moeten zijn. Eigenlijk zal het slechter moeten zijn, maar dat maakt niet uit. Anyway, hier is het een map download. En voordat ik die map download ga vrijgeven, wil ik eerst nog een paar dingen gaan doen in onze wereld. Een paar dingen afmaken voor de map download 1. Zo wil ik even een reisje naar de Nether doen, de Blaze Rods. En ja. En ik wil ook nog even daar iets afwerken. En ik wil de enchanting room afwerken. Dat zal ik graag deze episode allemaal willen doen. We hebben heel veel wheat zoals je hier ziet. En daar is een spider. Ik ga die even pakken, denk ik. Spider! Spider! Oh. Oké. En ik was deze... ik was even wat XP gaan halen. En ik heb een ender pearl kunnen bemachtigen. Dus dat is super awesome. Dus wat ik als eerste ga doen, is die ender pearl daarin stoppen. En ik ga even deze boog pakken. En welke hebben we hier nog? Zo. En anyway, ik ga sowieso deze twee bogen al bij elkaar doen. Voor de rest, ja. Even dit ref gooien. Anyway, mensen, we gaan dus verder werken aan ons wereldje. En ja, wat eerst zou ik moeten gaan doen, ik moet even één ladder hebben. Voor de enchanting room, maar goed, ik ga even weer al terug naar beneden, ik weet het. Ah ja, de kist room zal nog niet voor deze download zijn, voor de volgende download staat er. Smy 3, ja, daar ben ik niet zoveel mee. Normaal gezien heb ik nog eerst een boek liggen, denk ik. Oké. Wacht even. Nee, ik heb geen boek meer, ik dacht toch thans wel. Ja, blijkbaar niet, maakt niet uit. Dus ja, welkom terug bij deze nieuwe video, zou ik zeggen. En ja, ik zal gewoon niet de map episode 10. Er zijn al 4 mensen die hebben gevraagd naar de map download. Dus ja, dat is zeker dat de map wel een trek valt. Ik ga eerst de koeien laten mixen en dan ga ik het doden. Zo, maar nog 2. Goed zo. Nice. En ze hebben best veel koeien. Maar de schapen overwinnen me altijd natuurlijk. En ik zal even de schapen onder gangen laten gaan. Zo. We hebben heel veel schapen binnenkort. Oh, er is net een boom overgegroeid. Kijk. Zo. Nice. Die boom is echt aan de weg eigenlijk. Ja, maakt niet uit. En kijk hoeveel schapen. What the fuck. Ik weet niet hoe je kunt zien hoeveel schapen er zijn. Je kunt dat F3 doen, maar ja. Anyway. Dus we gaan nu even een paar koeien killen. Ah, de ene ladder ga ik al gebruiken voor een item frame. En nu wil ik toch zeker 9 ladder. Dus toch zeker 6 ladder. Wacht, die 5 sticks heb ik al nodig. Zeg dat ik ergens nog wat hout heb liggen. Aha, hier. Nice. Zo. Oké. Okay. Dan doen we het even zo. Mooi. Dan kunnen we binnenkort met die stick een diamond sword gaan maken of zo, we zien. Zo. Daar heb ik bijna niks van gekregen. Oh. Mooi. Ik heb al een item frame. Er zijn al best veel koeien, dus dat is wel goed. Daar heb ik gewoon niks van gekregen, denk ik. Ah nee, lief maar. Oké, nice. Ik heb gewoon genoeg. Oké, dus dan ga ik even dit erin gooien. En onze kool begint daar langzaam om te geraken. Dus ik moet nog eens gaan minen binnenkort. Dat wordt dan voor zondag of zo. Weet ik veel. Als we de stronghold dan gaan zoeken, gaan we toch automatisch minen. Dan ga ik gelijk wat diamonds gaan zoeken. Want niet alleen mijn iron armor ga ik niet naar de einde dragen, denk ik.
Anyway, wat doe ik? Wat doe ik? Ik moet podcasten maken. Ja, sorry dat mijn commentaar wel minder is nu. Ja, sorry. Ik ben even allemaal aan het nadenken en zo. Ik heb er juist eigenlijk iets heel... ja, gênant meegemaakt. Ik weet niet dat ik het ga vertellen. Ik zal het dan toch maar vertellen. Anders gaan mensen toch stoppen met kijken. Anyway, mijn vriend heeft overlaatste vriendin. Ik kan niet te luid praten, want anders... En hij heeft een vriendin en hij vroeg zo'n, hij is denk ik 12 of 13 jaar en hij vroeg ineens aan mij, waar is een vibrator? Dus ja, ik stuur mijn afbeeldingen door en ik zeg dat via chat en ineens voegt hij mijn maat toe aan die chat. En ja, toen was ik geneukt en dat was echt gewoon heel gênant en ja, dat was niet zo handig. Dus mensen, ik zeg u een tip. Als je ooit iets over die dingen laat zien aan je vrienden, gebruik dan nooit chat, maar zeg dat alleen maar in real life of via Skype. Of gewoon op een manier waardoor hij geen bewijs kan hebben. Want het was eigenlijk best rot dat hij dat gedaan. Maar hij kan zich nu ook schamen, want... Wacht, nu komt het. Hij... oh fuck, het komt niet, sorry. Juist, alles wat hij ook heeft gezegd, wat ook niet zo proper was, kan mijn ma nu ook lezen. Dus ja, hij is ook redelijk neuk, niet alleen ik. Ik heb nog één boekenkast nodig, denk ik, nog eentje. En dan kunnen we level 30 doen. En dan ga ik deze rij ook voldoen, en deze rij ook, en deze rij ook, en hier ook nog. En dan hebben we gewoon een volledige enchanting room. Super awesome natuurlijk. We moeten eerst nog een paar koeien gaan killen. Dus dan doe ik dan ook maar even uit. Nice. Sorry dat ik je mama en papa kill ofzo. Oh, ik kreeg maar weinig. Allee, kom aan, geef me wat letter. Ja, eentje, kom. Nu geen. Ja, goed zo. Die bespaart zijn broeders tenminste. Hebben we nog veel koeien nu? We hebben nog zo weinig koeien nu, holy shit. Ja, sorry, maar het is nodig. Dus, ja, rip die koe dan maar, ja. Ja. Het is nodig. Oké, anyway, dan kunnen we misschien eindelijk tot level 30 enchanten. Dat zou zo awesome zijn. We zijn ondertussen al 7 minuten bezig. Waar zijn al de rest van die bladeren? Waar hebben we nu weer? Aha, hier. Ga ik nog genoeg hebben? Ja, ik heb nog genoeg. Het zal maar net zijn, denk ik. Yep, het is maar net. Ik kan nog één boek mee maken. Zo. En die heb ik dan nodig. En ik heb nog net genoeg hout. Wauw. Mooi. Mooi. En nog een boekenkastje erbij. Zo. Nice. Ik heb er echt zo'n hekel aan een boom hakken. Wauw. Ik haat dat echt. Het voortuintje moet ik ook nog eens veranderen. Of is het goed? Ik weet niet. Ja, laat maar gewoon achter in de comments. We zien wel. Als je geen zin hebt om te commenten, is ook goed. En nu... 28. Oké, dus er moeten nog wat boekenkastjes bij komen. Of kunnen we tot level 30 enchanten? Nee, het is echt 28. En breaking 1, sharpness 1. Oké, maar anyway mensen, we gaan naar de nether. En misschien kunnen we daar wat... Wacht, nee, ik moet even terug zijn. Wacht, ik kan gelijk meenemen, ik kan al iets vergeten om hier naar de nether te gaan. En dan kan ik gelijk dit ook nog fixen. Dus ja, dus even... Nou, waar is het ineens? Like, ik druk op iets, maar... Waar is die item frame? Waar is die item frame? Waar de fuck is die item frame naartoe, mensen? Ja, maar ik wel een nieuwe item frame ofzo, weet ik veel. Ja, oh nee, maar ik heb geen hout, fuck. Kut, waar is die item frame naartoe? Kom aan, dat is niet grappig. Zo. Ik drukte op iets, maar ik weet niet op wat. En daardoor was hij ineens weg. Ik klikte op iets fout. Ik kan eigenlijk gelijk voor de secret nog een stekje mee. Wacht, kom aan. Ik ga even hierin kijken, wacht. Kom aan, dat kan toch niet weg zijn? Ik drukte op iets, maar ik weet niet meer wat. Ik heb nooit gehad dat ik gewoon een item frame kwijt was.
En dat zijn bordjes. Ik moet een item vreemd hebben. Ja, zie je, dan maak ik gewoon een nieuwe en dan hak ik gewoon een stuk van een bonus. Hier, voilà. Maar ik heb ook nooit gelijk een sapling van. Gewoon, ik kan daar sticks van maken. Zo. Precies. Ik denk dat spel wel gewoon met mijn item frame gaan lopen. Hè. Kom aan, dat zijn toch geen manieren, zeg. En dat ledderke. Dat ledderke van die ene koe. Hier. Mooi. Oké. Okay. Mensen, ik hou ook geen boekkasten in sheet, want ja, dat is niet meer tof. Ah, dat vind ik toch, hè, maar. Ja. Oké, okay, anyway. Ik kan echt niet wachten tot mijn enchanting room af is. En de ingang naar de nether portal ga ik ook veranderen, want die is ook niet zo mooi. En ja, de basis is op zich niet zo mooi, maar ja. Er zijn mensen die hem heel goed vinden. Dus ja, maar het begint inderdaad wel op iets te trekken. Zo. Nice, doen we daar een irontje. Zo. En ik neem gewoon die wiet wel mee, denk ik dat zoveel uitmaakt als we doodgaan. En die steek natuurlijk. En dan gaan we Netheravontuur V2. Ja, eigenlijk in het tweede deel van de video. Ja, maakt niet uit. Oké. Okay. Dus dan gaan we een Nether portal zoeken. Oh. Oké, okay, dus ik kan dan gewoon een stenen pad zetten. Zo. En dan hoop nou dan een Nether portal vinden. Zo. Zo. Nice. Ik had wel offscreen een Nether. Geen Nether portal, zeg ik nu. Een Nether fortress gevonden. Maar ja, ik vond de weg niet meer terug. Dus ja. Ik was er ook maar niet in gegaan dan. Terwijl ik hem terugvind. Dus ja, dat. Wel jammer dat ik een level 30 kwijt was. Nou ja, maakt niet zoveel uit. Ik hoop echt dat we een Nether fortress vinden. Zo. Want nu zijn we echt al een hele weg aan het afgaan. En wat Nether quartz meepakken natuurlijk. Ik kan misschien iets van de episode een Nether basis maken. Dat zou super cool zijn. Vind ik wel. Zo. Ah, kijk, mijn levels gaan. Mooi. En voor de rest, mensen, mijn Diamond Pickaxe was niet. Ik had mijn Diamond Pickaxe niet bij toen ik dood was gegaan. Dus dan ook weer een soort van geluk bij ongeluk. Ah, geef mij die Nether quartz maar. Nice. Ah, die XP mensen dat ik ervan krijg. Zalig. Zo. Ah, wacht. Zo. Hier even die Nether quartz pakken. Nice. Ah, kijk mijn levels omhoog gaan. Nice. Dan kunnen we level 30 gaan enchanten. Holy shit. En dan op mijn Diamond Pickaxe. Die ik dan heb level 30 te gaan enchanten. Heb ik helemaal zin in. Echt wel. Kijk, ik ben eigenlijk nog nooit zo goed. Ik heb nooit zo lang een survival volgehouden, zal ik het zeggen. En deze survival ga ik echt lang proberen volhouden. Dat dat gaat lukken is het anders natuurlijk, maar het is toch wel. Maar ja, dat is weer iets anders natuurlijk. En ik hoop dat we een Nether Fortress vinden. Als ze echt handig zijn. Echt heel handig. Nice. En ik ook wat meer diamond, want ik heb nu maar één diamond. Dat is een beetje zielig. Allee. Als je mij begrijpt natuurlijk. Niet zielig van een klein kind. Ja, nee, niet dat. Jezus man, die Nether Quartz levelt goed. Mijn pickaxe gaat er ook goed kapot van, amai. Dat hoort erbij natuurlijk. Ik ga even geen Nether Quartz meer pakken. Ik heb wel even genoeg. Als hier een kip uitkomt, fuck my life aan een keer. Die had ik nog een Skywars kunnen gebruiken. Ja, ik weet niet wanneer dat zijn, maar. Oh, oh, nog blokken zetten, nog blokken zetten. Ja, ik heb even wel een padje terug. Want we moeten het pad nog vinden. En ik wil niet weer doodgaan zoals vorige keer. Zo. Nice. Oké, okay, mooi. En dan hebben we gewoon een weg naar onze basis, naar een toekomstige Nether of Fortress misschien. Wie weet. En dan kunnen we er een rail naar bouwen of zo, weet ik veel. We zien dat allemaal nog wel. Maar ik wil eerst al bij al veel Iron en Diamond vinden en de Nether Dragon verslaan. Een Nether Dragon bestaat niet. En de Wither, ja, dat is nog voor later. De Wither natuurlijk. Zo, oh. En, ah,
Missie geslaagd. A Nether Fortress. Geweldig, mensen. Yes. Oh, daar is onze eerste vijand al. Get him. Get him. Ah, kut. Ik heb maar 2 arrows. Zo. Nice. En, nee, alleen maar XP. Come on, spawn us. Welke, ah, oké, ja, normal, no, is dat normal? Spawn, spawn, spawn. Nee? Ook vind je nog wat kistjes, kom aan, spawn. Nee? Ah, oké, okay, dan hier. Ja, als hij niet wil spawnen, ga ik maar gewoon weg. Aha, ja, nu zijn er 2. Ja. Ja. Maar het zijn er nog 3, what the fuck? Oh my god, ik moet toch op zijn minst toch wel 1 blaze rod hebben nu. Nope. Oh nee, niet doodgaan, niet doodgaan. Oh fuck, fuck, fuck. En nu zijn het ineens te veel. Heb ik serieus geen 1 blaze rod gekregen? Oh my god. Ah ja, ik kan ook een brewing stand gaan maken dan. What the fuck? Oh, oh, oh. Dat was wel mis, hè. Kijk, straks gaat hij sowieso. Zo. Zo. Auw. Motherfucker. Geef me 1 blaze rod. Eentje. Dank u! Wee, vriend. Nice. Into fire. Kom aan, laat er nog wat komen. Maakt niet uit, laat er nog wat komen. Kom, kom. Allee. Aha, goed zo. Kom aan, nog een blaze. Nog een blaze rod. Nee, alleen XP. Ook goed. Ik kan misschien kanker zo of zo. Ja. Of ik kan er wel nog 1. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh fuck, oh fuck. Auw. Langs 2 kanten, niet eerlijk. 2-1. Fuck. Dat heb ik wel mijn eigen aangedaan, maar. Zo. Kijk, kijk, hebben we net 10 blies? Ja. Zo, auw. Motherfucker. Kijk, jij, nou, je zei, ik wou net zeggen kijk, dat die verplicht was. Ja, en die dropt. Oeh, eentje is hier gevallen. Nice. Ah, als er nu een blaze is, ben ik wel gefucked. Ik even terug, ik even terug. Ik heb nog maar 3 blaze rods. Color 5, color 5. En het levelt ook best goed. Ah, nog eentje. Nice. Oh, 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 oh. Oh. Ah, kom dan, pussy. Nice. Ah, 5. Mooi zo, mooi. Ja, ineens droppen ze het wel, hè. Oké, 5 blaze rods. Blood rods. Rods, weet ik veel. Nog maar 1 enderpearl is al het nadeel. Oeh. Kijk hij daar. Dat is een klootzak. Oh. Ah, nice. Dat is echt een klootzak. Ik heb wel geen widderskul gekregen. Maakt niet uit. Ik ga gewoon rechtdoor. In de hoop. Ah, en daar is nog een blaze. Die kill ik dan wel eventjes. Daar, ik hoop. Snel. Oh fuck. Oh, ik zoek bijna een Sonic Pikmin. Dat zou echt niet aan pas komen. Want voor degene die niet weet wat er gebeurt als je een zombie Pikmin kilt, ja, dat wil je niet echt meemaken. Trust me. Nu komen die ineens allemaal op je af. Nu zijn die gewoon lief en doen die niks, maar. Ja. Ik zeg u, als je nog nooit Minecraft hebt gespeeld of zo, ik denk voor de eerste keer in een slag die dingen niet. Dag, mij. Gelukske. Ja, daar is wel naar binnen. Misschien we naar Netherwards. Nice. Hey. Lol. In de bewoonde wereld. Ah, is er echt niks. Maar gewoon een tunnelknop. Ah, Netherwards. Yeah. Nice. En die dingen, die heb ik nodig voor healing. Oeh, een kistje. Wat zou erin zitten? Misschien wel een diamond. Wie weet. Ah, oké, hier is niks anders wel. Nice. Ah, ik heb hier nog zoveel steen. Zo. Ah, ik ging hetzelfde. Ik ga gewoon alle zand meepakken. Mooi zo. Oké. Okay. Op hoofd van zegen. Let's go.
Diamond! Er zat nog een diamond in ook. Oké, volgende kist. Let's go, bitches. Niet slecht. Ik ga wel alle kisten weghalen die ik al heb gepakt, want anders kijk ik er 1000 keer in en dat is gewoon niet de bedoeling. Ik hoor trouwens een soort van slime ding. Ja. Ik moet wel niet te veel gaan lopen, want mijn eten is wel aan het opgeraken. Dus misschien ooit straks gaan terugkeren. Ah, oké. Wat? Zoveel diamond! En een golden sword, waar ik niks aan heb. En kijk, nu is gewoon perfect om terug te gaan. Kom, we hebben ook keiveel... Oh, misschien moeten we ook een paard gaan zoeken, ja. En die kunnen we dan ook breeden. Moet ik wel carrots nodig, natuurlijk. Ja, maakt niet uit. Kom, let's go. Ik ben er gewoon van door. Oh, fuck. Laat hij dat gebeuren. Ja. Dat zijn echt van die... Je wilt niet geslagen worden door die skeletten, anders gaat je HP af totdat je dood bent. En heel soms overleef ik dat. Met heel soms bedoel ik heel soms. Oh fuck, please. Kom snel, geef me nog één van die ringen. Oké, grapje, dag. Dag. Oh my god. Wait, yo, zo'n ding is wel groot, zo'n Nether Fortress. Ah fuck, volgens mij kwam ik vandaar. Ah, volgens mij niet. Ik kwam vandaar. Yep. Kijk, ja, daar is die Blaze Spawner. Nice. Skelet, een wannabe, wat doet jij hier, maat? Hey, nog een skelet. Oh my god, dat zijn er te veel. Ja, ik trap het gewoon af. Dag. Ik zit toch wel juist. Ja, kijk, want daar heb ik kobbel geplaatst. Oké, terug naar de basis. Haha. Het mag ook wel een langer episode zijn, zeg. En ondertussen zijn in de gewone wereld misschien al onze beestjes al gegroeid. Of groeien die niet als dat niet geladen is. Ik hoop het wel. Gewoon de kobbel volgen deze keer. What the fuck was dat? En gewoon 5 diamonds erbij, mensen. Nice! Dat vind ik toch. Maar dat was echt gay. What the fuck. Misschien kan ik ondertussen onderweg wel wat quartz meepakken. Nice. En dan kunnen we een diamond sword maken. En een diamond axe. Ik denk ook een diamond shovel. Oeh. Nice. Kunnen we gewoon full diamond tools maken. Zou vet zijn, jongen. Ja, mooi. Oeh. Ik heb ook wat nether dingen. Soms is de nether toch zo goed, maar niet altijd. En we moeten nog veel van die fortress onderzoeken, natuurlijk. Maar we hebben het grotendeel. En we hebben 6 blaze rods, dus niet slecht. En dan kunnen we ook eens een brewing stands maken. Nice. Very nice. Dat vind ik toch. Maar ik alleen van brewing dinges ken ik niet zoveel. Ik kan er eerlijk zijn, ik ken daar niet veel van. Ik ben een goede Minecraft, maar van brewing stands ken ik echt geen scheid. Dus jullie kunnen er mij mee helpen. Ik moet wel niet te veel gaan afdwalen, want... Ja. Dus jammer dat ik mijn levels allemaal kwijt ben. Anders had ik nu straks dik level 30 kunnen enchanten en zo. Maar ja, dat gaat nu helemaal niet. Als ik eerlijk mag zijn, denk ik wel dat ik de weg nog had teruggevonden. Gewoon. Oei, hier is zo lang. Waar ik voor het laatst om. Ah, kut, zeg toch niet dat ik de weg kwijt ben, want dat is echt zo'n karma zijn. Wacht, kijk, daar is een blokje. Ja, het wijst toch echt wel dat ik zo ben gegaan. Ah, zo, oké. Zie je het, als ik die blokjes niet. Misschien had ik het toch niet gehaald. Als ik die blokjes niet had gezet, had ik het ook niet gevonden. Daar ben ik eerlijk in. Ja. Yep. Oké. Okay. Even nog meegepakt en... Ik krijg steeds een droge mand, wauw. En het wordt echt langer render. Hey. Oeh, mis. Ha. Oeh, geef me wel even via drops, niet doen. Auw. Daar is Nether Portal, snel. Het is niet zo ver van de Nether. Vorige keer waren de andere kant uit gegaan. Dat doe ik dus niet meer. Snel. Oh my god. Auw. Sullies, bro? Ah, fucking hell. Zo. Kom maar, snel.
Ja, dat was ons afscheidsdingen. Bedankt, Ghost. Dat was heel vriendelijk. Oh my god. Dus zo veilig is de nether nu helemaal. En gaan kijken als de dingen zijn gegroeid. Het is wel terug dag. Gegroeid? Nope. Tja, jammer. Ah, onze dingen zijn zo. Oké. Nice. Oké. Dan kunnen we nu coole dingen gaan maken. Maar eerst moeten wij nog stoom gaan verbranden en zo. Voor dingen. Maar ik wil sowieso een ei of ende gaan maken. Zo. En een ei of ender. Oké. Ik wil kijken naar waar het toe is. Ik ga. Zo, meestal is het in een berggebied. Wacht even. Het is naald naar daar. Oeh. Ik wil eens gaan kijken. Zo. Waar is mijn pickaxe? Ja, hoe ga ik hier dan uit geraken? Ja, dat zie ik later wel nog. Zo. Als het hier echt is, dan is het fucking dicht bij mijn basis. Nice, oké. Het zou echt cool zijn als het hier is. De Eye of Ender zegt van wel, dus. Dus ja, daar. Oké. Anders hebben we gewoon een dik Eye of Ender verspild. Dat zou best wel jammer zijn. Ik hoor wel een Skelly. Waar is dit hier? Hey! Een cave waar ik ooit ben geweest. Wat? Oké, dat is wel grappig. Oké. Hier naar onder gaan. Nice. Dan ga ik zo wel naar boven, denk ik. Hoop ik. Zo. En ik vind hier al sinds iron. Tss, droog. Ik hoop wel niet dat ik dood ga of in de lava val of zo. Of what the fuck dan ook. Hier is al sinds. Een ravijn. Dus ik denk niet dat het hier is, want anders zou ik het wel gezien hebben, denk ik. Jammer. Jammer. Maar dat ding ook niet liggen, natuurlijk. Hè. En dat ding zegt dat hier is. Ja, eigenlijk zou het ooit nog eens opnieuw moeten gooien. En gaat eenmaal door, ja. Oké. Nou, we zullen zien, hè. Maar ik denk niet dat het zo diep gaat. Normaal gezien moet hij eerst op deze hoogte zijn. Anders zou het wel handig zijn, zo'n stronghold zo dichtbij. Zou echt wel handig zijn. Want het is niet zo handig dat ik dat niet zou vinden. Ik heb heel deze grot al uitgekampt. Maar mensen die aan die stronghold vinden niet voor nu gaat zijn. En ja. Dus ja, vond je deze video leuk? Vast een blauw duimpje. Download de map zeker in de beschrijving. En ik zie jullie later. Bye bye.